let jij altijd goed op? Ja, ik ga wel veilig op het spoor. Ik wacht netjes, dus anders sta ik hier nog niet. Meestal wel. Maar soms ga ik al wel eerder dan dat ze spoormomen helemaal naar boven zijn. Dus, maar ja, meestal kijk ik wel uit. Kijk, pijn. Dat is logisch. In het bijzonder gaan we het hebben over de roekeloosheid en de domheid van jongeren. Dat ze wellicht niet bewust doen, vaak is het gewoon stoer doen. Maar dat willen we even benadrukken. Ik vind dat het gewoon veilig moet zijn en ik wacht altijd tot het rode lamp uit is, want ja, stel er zal nog een trein aankomen, dan heb je echt een probleem. Ja, gewoon wacht tot die rood licht uit is. Dat moet je altijd doen, hè? Want de trein kan gewoon nog aankomen. Als je een spoor oversteekt, het kan 1000 keer goed gaan, maar net ja, de volgende keer gaat het mis omdat je denkt, nou, het komt toch altijd goed. En juist dan ben je de lul.